Sjane, ik wil het met je hebben over hoe kan het nou dat vaak, echt vlak voor een training, je de beste ideeën krijgt. <laughs> Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie: No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Super fijn dat je weer luistert. Misschien luister je deze podcast wel terwijl je onderweg bent naar een training: Oeh. in je auto, of oh. in de trein, of lopend of op de fiets. En dan ben ik benieuwd of er dan bij jou ook gebeurt waar wij het over gaan hebben. Ja. Want Shana, wij hebben het allebei ervaren. We hebben het erover gehad. Dan Weet, zitten we in de auto. Dat is gewoon een feit. Ja. We zitten in de auto. Echt soort een half uur voordat je op een locatie bent. En gaat beginnen met een training. En dus. ineens is er een soort epiphany. Dit wil ik doen. Ja. Dat moet ik doen. Dat moet ik niet doen. Er komt een oh, Ik een ga dat nog idee. omgooien in mijn programma. Ik wil dat erbij. Zo ga ik hem openen. Ja, bij mij gebeurt het ook vaak de avond ervoor. Maar het is nooit in het moment zelf. Of tenminste, het is nooit als ik hem design. Nee. Twee weken van tevoren, hele drukke tijd ik komt eraan. ook goede ideeën. Heb ik ook goede ideeën. Maak een goed design. Ja. Prima. Helemaal lekker. Dat gaat in mijn tasje vast. Of in mijn laptopje. En dan... De avond van tevoren wordt het echt. En ineens denk ik: dat model is onzin. We moeten eruit. Ja. Of: oh, ik wil dat. Of: oh, zo ga ik dat inleiden. Ik zie ineens een heel mooi bruggetje tussen dat ja. en dat. Ja, ja, die herken ik heel erg. Dat je inderdaad denkt: zo wil ik hem open. Of dat dit is de relevantie is die ik, die ik zo kan verwoorden. Ja. ja. En ik, ja. En ik, en ik realiseer me dat ik er soms ook op leun. Ja, ja, dat ja. ik denk. Oké, okay, dit programma is 80%. Ik weet dat ik op het laatste ja. moment nog even goede ideeën gekregen Daarmee zit ik mezelf ook wel weer onder druk, hoor. Want dan ga ik die avond ervoor ook echt denken: oh ja, oh ja, ik moet nog, ik moet nog even 20% erop of 30. Ja. Uh, maar maar ik, ik weet dat ik er ook op leun. Maar ik baal er zo van. Want ik wil gewoon ook vandaag iets kunnen maken. wat ik over drie maanden ga uitvoeren. Wat ik met dezelfde bevlogenheid, genialiteit, I don't know what, maak als. Alsof ik het de avond ervoor zit te maken. Ik weet niet of ik gelijk heb. En ik heb er ook geen drie wetenschappelijk onderbouwde argumenten voor. Maar ik betwijfel of dat kan. Mm. Ja, want volgens mij is er een soort magisch moment, <laughs> dan gooi ik het ook wel heel erg buiten mezelf hoor, dus dat is ook wel makkelijk. Harry Potter maar, komt langs. Ja, ja, precies, ja. Ja. Gandalf, ja. Gandalf the Grey. Waar ik herken ja. dat proces dat je zegt heel erg. Ik weet dat mijn lieve Tess ook onze podcast luistert, dus die gaat vast te gniffelen als ik dit vertel. Ja. Ik heb heel, inderdaad heel vaak dat ik zeg, ja ik heb dus dan vertel ik op vrijdagavond of zo. Dan zeg ik, ja, ik heb dus dinsdag uh, een training. En ik maak het altijd veel sterker dan dit. Dan zeg ik, ik heb nog geen idee wat ik moet doen. Ja. Uh, dan heb ik natuurlijk wat jij zegt als je een 80% hebt, ja. programma. Ja. Maar je weet in je hoofd, het is er nog niet. Nee. Dus dat bedoel ik ja. met, ik heb het nog geen idee af. wat ik moet doen. Ja. En dan kijkt ze wat altijd aan. Ho hoezo nog geen idee? Dinsdag, weet je dat? Ja. En dan inderdaad ergens dat weekend of die maandag middag of avond. Of soms zelfs in de auto op weg daar naartoe. Dan, oh. dan is het, en dan kom ik er dinsdag thuis. En dan zeg ik, nou ik had toch een briljante ingeving. Ja. Ja. Heel tevreden met jezelf, maar vooral zo blij... Dat, dat door die ingeving, die gewoon het heel goed is geworden voor ja. die deelnemers, daar natuurlijk uiteindelijk op blijven. Maar daar mee. is dus echt iets bijzonders aan de hand. Ja. Dat, ja. Dat, dat denk ik ook. Ik denk wel dat dat maakbaar is. Ik heb me er een Vermoedde klein beetje al. in verdiend. Ja. Maar, maar, maar ik, ik heb die maakbaarheid nog nooit gedaan. En ik wilde ook nog één dingetje doen, want ik zei net van die 80% en er moet nog iets. Ik heb soms ook dat ik echt super overtuigd ben van een programma. Ik word wel eens ingevlogen in uh, Seattle. En dan zit je heel lang in het vliegtuig... en dan alles is echt al lang van tevoren helemaal goed. Want jeetje, mijn kreetje, 300 man zitten op mij te wachten. Ik word ingevlogen in de fucking business class. Oh my god, I better be good. En dan nog steeds, al zou ik zweren... het programma is perfect... heb ik nog steeds nieuwe ideeën... en betere ideeën op het laatste moment. Ja. Dus het is... Het, dus is het is niet de... alleen maar bij die 80% nee, wetenschappelijk. Nee, het is ja. bij beide. Ja. 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 En ik, ja. En ik denk dat het. Wat ik eerst wilde doen was even omschrijven wat er volgens mij gebeurt in je brein. Ja. Uh, of tenminste, qua gedachten. En daarna proberen het te onderbouwen met wat er in de wetenschap gebeurt. Volgens ja. mij, wat er in ieder geval gebeurt, is. op het moment dat het vlakbij is, wordt het echt. Uh, en niet alleen wordt de locatie echt, maar wordt het ook echt. Ik ga daar acht uur staan. Wordt het gesprek. Dat ik heb met, gehad met de opdrachtgever en de intakes, die verschijnen ook veel dichter op mijn netvlies. En de mensen worden ook echt. Ja. En ik denk ook echt: Oké, okay, hoe ga ik zorgen dat zij misschien wel als leuker mens naar huis gaan? Dus ik doe ook een soort raising the stakes. Uh, dat ik niet alleen een lekkere dag wil geven waarin we inderdaad dit ding leren of dat behandelen, maar waarbij ik ook nog denk. Ik wil dat ze. Ik heb een ontwerptraining van, een, van twee dagen. Ik wil dat ze alle ontwerpen hierna. dat al hun deelnemers voor eeuwig denken: oh, wat is leren lekker. Dus ik, ik doe ook een soort. Oh, Racing the Stakes. Ja. die ik daarvoor. Die omdat die het nog stakes, niet zo echt is. Die, die, die komt mede voort uit dat wat je zegt. Ja. Het wordt echt. Ja, het ja. wordt echt. Dus, dus ineens is het belangrijker ja. dan daarvoor. Ja, ja, ja die, die herken ik heel erg. Want. Um, we hebben natuurlijk heel veel trajecten, dus ja. soms moet ik inderdaad uh, in de ochtend van tevoren even denken: oké, okay, wie heb ik ook weer in deze groep? Ja. En dan ga je weer even de namen van je deelnemers in je aantekeningen dus zien. Ze worden echter. Ja. En daardoor ineens zie je ze weer. Oh ja, die had de vorige keer dat gezegd. Die heeft dit. Oh, die had daar een dilemma mee. Die vond dit heel leuk. Het woor, het, het, je ziet ja. het er helemaal voor je. Ja? ja. En ineens zonder dat je er bent. En dat denk ik wat je beschrijft is: sta ik alvast in die trainingsruimte, ben ik al met ze in gesprek. Precies. Dan denk ik: ik wil natuurlijk nog wel even ja. hem of haar helpen daarmee. Ja. Of, daar, ja. of de, oh, de vorige keer, als het in een traject is, inderdaad, de vorige keer gebeurde dit. Oh, die stop ik nog even in mijn cursus. Ja. Uh, of iets, hè? Je, je voegt iets toe. Dus het, het, het abstracte. Er zitten daar deelnemers en dan heb ik een zaal. Wordt oh, dat heb ik volgens mij die zaal ja. en ik heb volgens mij oh, die deelnemers. Of als ik ze niet ken, heb ik deelnemers waarvan ik dingen weet. En ineens worden zij echter belangrijker en ze worden ook completer. Alsof ze in het schrijven zijn het HR-personen die ook willen leren ontwerpen. <laughs> en als ik ze als ik onderweg ben, worden het levende wezens. Ja. Die nu misschien uh, 38 zijn en die nog zeker 20 jaar gaan ontwerpen. En misschien wel 30 ontwerpen per jaar maken. Oh my god, welke, welke invloed heb ik hier? Oh, hoe wil ik het doen? Dus het, het, het wordt echter. En ik denk ook dat ik dat voor een deel zelf aanzet. Hè? Want ik kan me ook voorstellen ja. dat als je een soort uitgebluste trainer bent. Die vijf dagen per week staat te trainen en iedere keer wordt je manual opgestuurd naar de locatie... en je komt binnen en je gaat het gewoon doen... dat dat minder gebeurt. Ja. Maar als je zelf gedesignd hebt en je hebt het gemaakt... dan zit je er met, met skin in de game in... en dan wordt het, wordt, het, wordt het steeds echter. Dus dat is volgens mij wat er heel erg gebeurt. Ja, het wordt echt ineens. Ja. 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 En het wordt ook echter in mijn gevoel... want ik neem dan mijn flow van de dag even door... en dan voel ik ineens... shit, na die oefening zit iedereen in een dip... En dan heb ik eigenlijk niet voldoende om de dag weer mee te eindigen. Of ik heb geen goede brug daar. Dus ik ben niet alleen bezig met wat ik aan mijn kant heb gedesigned. Maar ik ben ook in de wereld van die ander. Hoe voelt iedereen zich na mijn oefening? Na deze oefening? Na dit onderdeeltje? En dus ineens ga ik meer sturen op hun beleving dan op mijn input. Dat is ook iets wat er last minute altijd gebeurt. Ja, ja. Mooi. Ja, dus wat er in ieder geval gebeurt is dat ik. Het wordt echter. Uh, de mensen worden ook echter. En ik zie ineens mijn training nogmaals nog duidelijker van uit de beleving van die deelnemer. Ja. Uh, daarom hebben we ook al ooit, om dit een beetje te beteugelen, die uh, podcast aflevering gemaakt over de deurkruk test. Ja. Dat je, je gaat inbeelden tijdens het designen. Ze lopen die zaal uit. Wat voelen ze? Wat denken ze? Wat zeggen ze tegen hun vrienden? Wat doen ze anders op straat? Wat... Wat gebeurt er op het moment dat ze je zaal verlaten? En dat moet mij dan helpen ja. om dat niet de avond van tevoren of onderweg te voelen, maar al van tevoren. Um, maar uh, ik, heb, ik heb het fenomeen geprobeerd te duiden. Mm -hmm. Ik ben ook heel benieuwd naar luisteraars, vertel ons vooral of jij dit ook hebt, of dat dit gewoon een soort totale afwijking is van <laughs> JP en mij. Uh, het wordt genoemd productieve, productief uitstelgedrag. Of productief. ...procrastination. Mm. Um, dus wat we daarmee doen... ...is dat we ons beste werk niet doen... ...wanneer we er tijd voor hebben ingeruimd... ...wanneer we lekker uitgerust zijn... ...maar dat we een soort... ...wachten tot de stress van de deadline... ...de stress van ik ga er echt staan... ...dat we dan wachten... ...om het echte lekkerste... Ja. ...toefje toe te voegen. Ja, die, die druk... Ja. ...die doet dus... ...iets met ons... Ja, dus we laten het dan ja. afhangen van de druk. Ja. Hè? En we, we hebben natuurlijk een pod podcast ook gemaakt over uh, uh, het uh, Parkinson-effect ja. en timeboxen. De game die je eigenlijk tegen je eigen brein speelt, is de druk naar voren ja. te halen. Terwijl hij er dan eigenlijk nog niet is. Ja. Hij ja. is er dus omdat je morgen moet gaan trainen. En daar wacht je op. Dat bedoel je net met uh, dat je zei, volgens mij. Zou het uh, recreëerbaar, maakbaar ja, moeten ja. zijn? Is dit te beïnvloeden? Ja, je kan, je kan, denk ik, ik heb het nog niet gedaan, <laughs> maar een fantasie doen met: Het is morgen. Ja. Wat zou ik doen als het morgen was? Oké, okay, ogen dicht. Ik zie de zaal voor me. Ik zie hun hoofden voor me. Ik denk over hun levens. Hoe oud zijn ze? Dat weet ik niet. Maar ze gaan vast nog 20 jaar Antwerpen maken. Ik denk dat dat kan. Ja. Uh, dus dat ligt aan. Druk op jezelf zetten, in plaats van um, jezelf telkens te herbevestigen. Wat wij nu, hoe wij de podcast ook begonnen. Nou, de beste ideeën komen op het laatst hoor. Ja. <laughs> waardoor je er vanuit gaat op gaat rekenen. En waardoor Tess denkt, daar gaan we weer. Ja, ja, ja. <laughs> dus, dus, dus we creëren er een geloof in, omdat ze dan ook komen. Ja. Uh, maar je kan ze dus eerder uh, uh, creëren. En um, wat ik als tweede denk, is, is dat we heel vaak als je aan het designen bent. Dat is niet een high-pressure omgeving. Nee. Als je designt met twintig andere trainers en je bent de lead designer, misschien wat meer. Yep. Maar ook dan nog steeds kan jouw brein met meerdere dingetjes tegelijk bezig zijn. Met hoe kijkt zij, wat gebeurt er daar, ah, wat ja. gebeurt er hier. Uh, misschien ben je aan het designen, maar ondertussen ben je toch heel eventjes je whatsappie aan het checken. Je bent op meerdere schaakborden onbewust tegelijk aan het spelen. Dus je bent niet in de hyperfocus die je krijgt als er nog maar één ding voor je bestaat: ja. morgen die groep. En uh, die hyperfocus is wel interessant om te bekijken, want de vraag wordt: kunnen wij hyperfocus creëren? Ja. Het antwoord is overigens ja, maar het is wel lastig. Ja. Het is makkelijker om te wachten totdat die nodig is. Ja totdat de omstandigheden je die focus geven Precies. en die productiviteit. Ja, omdat ja. het nu eenmaal echt heel urgent is of omdat de leidinggevende je gebeld heeft. Trouwens, je hoeft niet meer terug te komen als dit geen succes wordt. Dan moet je in hyperfocus. Dus wat je dan doet is eigenlijk luikjes die normaal ook wel een beetje open kunnen staan in jouw brein echt dichtknallen. Er is maar één ding. Ja. Dit gaat gewoon natuurlijk weer een zelfmanagement uh, ja, verhaal worden. het is worden. gewoon ja, echt het is echt Altijd weer. Het <laughs> ja. altijd aan onszelf. Ja. Waarom is er niet een magische Harry ja, Potter? Echt. Gandalf! Ja. Hé, hey, jammer hè. Ja. Oké, okay, we gaan door. Maar je <laughs> hoeft niet er iets aan te doen, JP. Nee. Het is alleen wel vervelend om te weten dat het wel zou kunnen. Ja, precies. <laughs> ja, daar moeten we denk ik even over rouwen. Ja, ja. 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 ja, leren is zo fijn, maar het geeft ook altijd zo'n... Verantwoordelijkheid. Hè? Ja, <laughs> ja, precies. Oh, nu weet ik beter. Yeah. Fuck. Yeah. <laughs> nu kan ik niet meer onschuldig zonder. Yeah. Ja, sorry daarvoor. Um, hyperfocus, wat zijn de, de sleutelaspecten daarvan? Nou, het, eentje daarvan is: um, In de hyperfocus ga je op één specifieke taak. Je ziet ineens die mensen voor je. Um, soms gaat het zelfs in hyperfocus dat je zo geconcentreerd bent dat je ook andere dingen even niet meer ziet of hoort. Ik zit soms op de bank. Uh, uh, er staat iets Netflixerigs op. Uh, er liggen honden bij ons. Uh, Rolien zit naast me. En ik ben ineens echt compleet kwijt wat Uitgezien. er aan het gebeuren ja. is. Uh, en ik ren sta op en ren weg, want ik ga even iets opschrijven. En dan echt Rolien verbijsterd ja. achterlaten. Dan dus je omgeving vervaagt, omdat je echt ergens anders bijna bent. Ja. Dat, is, dat is hyperfocus. Je gaat dus ook, en dat is het tweede aspect ervan. Veel sneller en harder. Dus je productiviteit en je efficiëntie verhogen enorm. Want je hebt ineens binnen drie minuten drie geweldige ideeën. Ja. En ik merk dat vaak als ik aan het designen ga um, uh, met anderen... die daar nog wat minder ervaring in zitten. Maar je, je zit een co-creatie te maken. Ik heb laatst een sessie gehad waarbij we met iets van twaalf trainers bijeen waren. En daarin wilde ieder van de trainers wilde een design afhebben. En ik was... Uh, de rondloper die met iedereen meedacht... en keek, is het wel normaal boring learning genoeg? En hier heb ik nog een idee. Denk je aan dat model? Oh nee, maar hier moet een quiz. Weet je, dat. En wat dat van mij vergde, was dat ik... omdat ik heel weinig tijd voor iedereen had... want we wilden dat iedereen die dag opleverde... moest ik in een soort hyperfocus. Zo, een soort constante hyperfocus ja. die dag. Ja. En het effect daarvan was aan de ene kant heel fijn... want ik kwam met heel snelle ideeën. Oh, dit erin, dit erin, dit erin. Maar omdat ik in die hyperfocus zat, legde ik dat idee vaak niet goed genoeg ja. uit. Uh, dus bleven mensen achter met: ja, klinkt heel slim. <laughs> en nu, <laughs> dus dat was irritant. En het tweede dat heel irritant voor die mensen was, is ik vergat dus telkens voor welke doelgroep deze training dan nou weer was. De titel is zo. Waar gaat hij ook weer over? Geven we dat aan tien mensen? Wordt dat? Is dat online? Ik moest eigenlijk iedere keer dat ik weer bij iemand kwam vragen. Doe mij nog even waar dit over gaat. En ja, dat voelt super lullig om te doen. En ik wilde ze ook absoluut niet beledigen. Maar daarna ging ik helemaal in. Oh, ik heb drie minuten voor jou. BAM! Ik knal hem eruit. Um, en dat was dus voor hun uh, niet zo fijn. Ja, dus je merkte daar dat volgens mij het contrast tussen jouw hyperfocus. Ja. En de andere goede focus, maar niet die hyperfocus. Ja. En dat is en ook de, dat, dat eerste kenmerk dat je ervan beschrijft. Jij bent dus. Um, ja, helemaal in ja. jouw hyperfocus. En verliest dus eigenlijk een beetje, ik heb iets zwaar daaraan, ja. het contact met de ander. Ja. Of in ieder geval. Relatie. Waar doen we dit ook weer ja. voor? Ja. Ik dacht echt af en toe, ze zullen me hier echt wel een ongelofelijke hork vinden. En ook, zij gingen allemaal blijven slapen. En ik dacht, ik, 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 ik kan niet meer. Dus het, is, het is het compleet op, omdat ik, t, nou, vier keer per dag, twaalf ja. keer twaalf in een hyperfocusje ben. Ik was gewoon echt gewoon kaporen. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Um, dus, maar ja, ook omdat ik me telkens schuldig voelde dat ik niet leuk genoeg deed. <laughs> ja. Dus mochten deze mensen nu luisteren, ja. deed, dit was haar hand. Sorry, ja. Ja, maar ik deed wel mijn best. Ja. Oh. Ja. Dus we hebben er twee gehad. Die concentratie uh, op één ding. Uh, de verhoogde productiviteit en efficiëntie. Uh, je hebt ook een verschuiving in je tijdsbesef. Dus um, je, we noemen het of in de zone zijn en die ofwel... De tijd gaat veel sneller dan je denkt, Oftewel, de tijd vertraagt. Hoe je hem vanuit welke ja. kant je hem ook maar bekijkt, maar in, in jouw moment je moet eigenlijk een wekker zetten. Wil je er weer uitkomen? Want je hebt niet door hoe de tijd loopt. Het is anders dan normaal. Je tijdsensor, je gevoel, dat schijnt ook een zintuig te zijn. Hè? Dat vind ik ook weer fascinerend. Je hebt ook een zintuig die reguleert en bijhoudt hoe de tijd verstrijkt. Echt? Ja. Dat is ook een zintuig. Wat cool. Ja. Hè? Dat betekent, we hebben er zes. Dit ja. is dan een zevende? Of hebben we er. We zijn er nog wel een paar. Ah, er zijn er. Ja. Hier gaan we een podcast over je, je maken. Er moet een podcast afkomen. Ja. Maar goed, die zi zintuigen zijn Zo dus ontstaat even... dit dus, mensen. Ja. <laughs> ja. <laughs> jullie zijn even live, ja. live getuige okay. van ja. de geboorte van de ja. nieuwe aflevering. Um, dus, um, Sorry, tijdsbesef. Ja, dus je ja. tijdsbesef is eraan. Uh, dat betekent dat je ofwel het gevoel hebt: wat is er bijvoorbeeld tijd versteken? Of wat heb ik veel gedaan in korte tijd? Ja. Uh, hoe je hem maar wilt bekijken. Ja. Maar het is in ieder geval anders. Ik herken inderdaad die laatste wel. Dan denk ik, uh, als ik het weer projecteer op uh, mijn auto rijd naartoe, dan op een denk ik over een kwartier ben ik er. Ja. Fuck, fuck, fuck. En dan ineens gebeurt er wat. Ja. En dan heb ik een idee. Dan heb ik nog dertien minuten Ja. Dat viel mee. Ja, ja, precies. Ja. Ja, dus, je, ja, je, je, dus, dus inderdaad, het zou super interessant zijn als we hyperfocus... Ja. Aankonden zetten ja. en dus een beetje gingen vechten tegen die super aantrekkelijke productive procrastination. Ja. Oh, het komt toch wel goed. Ja, wat ja, en ja, dus ik, wat, ik zei net van ja, ik denk, weet niet of dat kan. Volgens mij is het iets magisch. Het is niet iets magisch, dat snap ik. Ja. Maar het vereist al, ik ga even, ik ga even, ja. het vereist al heel veel zelfleiderschap, denk ik. Ja, dat denk ja, ik ook. Het is dat echt ik pittig. Ook. Ja, ja. Het, is, het, is, het is veel lekkerder om je dat aan te laten doen dan het jezelf aan te doen. Ja. Dat klopt. Dat ben ik 100% met je eens. Het enige is dat je het dus wel kunt en dat je dus ook kunt kijken, niet zozeer naar ik ga zitten achter mijn tafel en ik weet dat ik zes uur heb, maar dat je iets kunt doen ja. waardoor je die focus gaat creëren. Nou, daar denk ik dat die podcast over uh, Parkinson's Law ja. en timeboxen heel goed bij kan helpen. Ja. Uh, waardoor je in kortere tijd dus misschien twaalf goede ontwerpen kunt opleveren ja. in plaats van uh, in langere tijd. Het ligt natuurlijk ook aan je skill, hè? Dat, dat, dat ligt er ook, daar ligt het ook aan, maar hyperfocus is te maken. Ja. En wat jij um, als laatste nog even net ook beschreven is ook het visualiseren van ik sta daar in die ja. ruimte, ik zie ze al voor me, echt, ja. echt even een visualisatieoefening. Ja. En dat kan ook voor hele andere dingen in het leven ja. heel handig zijn, maar dat zou hier denk ik ook heel goed bij kunnen helpen. Ja, je wilt ze inderdaad zien, maar je wilt ook nog iets meer. Wat ik eigenlijk ook wil weten is: wie zijn ze of hoe denken ze of hoe ze, wat zeggen ze? Ik weet dat ik voor een bepaalde positie uh, in een uh, organisatie wilde ik, wilde ik snappen hoe die mensen denken. Hoe zien zij hun vak en hun functie? En het was een functie waarbij je roleert. En. Um, wat, uh, en waarbij je op heel veel verschillende kleine dingetjes tegelijk moet letten. Uh, en waarbij sommige klanten heel boos kunnen worden. Dus het is een soort spannende mm. ja. plek. Je maakt wel heel veel verschil als je het goed doet. Maar als het niet zo goed gaat, dan is het spannend. En ik zei, maar hoe, wat zeggen die mensen over hun werk? Hoe vinden zij het? En toen zei een van de mensen met wie ik werkte: die zeiden, oh, de meesten vinden het de ergste plek om te staan. Hm. En toen dacht ik: oké, okay, oké. Okay, dus de mensen die ik krijg die ga ik een training geven in de ergste plek om te staan. Oké, okay. dat geeft mij een heel oh, ja. ander perspectief van hoe ik er naar binnen ga, wat ik voor ze ga doen. Hoe ga, hoe ga ik deze mensen meenemen van, wow, dit lijkt me heel waar, ja. naar, en wat kunnen we ook? Ja. Uh, hoe kan ik daar iets naast zetten? Dus het is niet alleen ze voor je zien, maar ook even weten wie ze zijn en, een beetje het stereotype wat ze zijn: van wat denken ze en voelen ze en wat zeggen ze over de baan, de functie? Wat vinden ze leuk? Want daarvoor had ik gehoord, ja, ze staan vaak op hun mobiel te kijken en ze staan wel eens tegen een paal. Dat is wat ze oh, doen. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, dat doen mensen niet, omdat ze s ochtends naar hun werk komen nee. met ik ga lekker tegen een paal staan. Nee. Dan is er iets. Het is dus de ergste baan. Ja. Hoe kunnen we die baan verbeteren? Ja. En dan met slimme technieken. En dan word Zoals ik slim. bijvoorbeeld timeboxen en visualiseren. En dan zouden we eens kunnen proberen. Om, om die hyperfocus te recreëren. Ja. En te stoppen met onze productive procrastination. En ja. daarin te trappen. Hoewel het wel altijd lekker blijft om dat toch goed te gebruiken. Ja, en, en Tess, waarschijnlijk zeg ik weer een keer op een <laughs> vrijdagavond. Ik heb ik geen idee. <laughs> ja. ja. Bedankt voor het luisteren. Heerlijk dat je aangesloten was bij de missie. Laat vooral horen um, of jij deze Hyperfocus herkent en of het jou lukt om die te recreëren. En namens Sjana en mij bedankt voor het luisteren. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op BrainBakery.com of volg ons op onze socials.